doe je nou zo? Dit is de eerste keer dat hij de verjaardag van zijn moeder meemaakt zonder zijn moeder. Stel dat iemand zo tegen jou zou doen als je terugkomt van Danny's graf op zijn verjaardag. Sorry. Ik heb het gewoon zo gehad met jongens die overal lekker gevat op reageren. Bobby is geen Valentijn. En het lijkt me fijn als je ook aan hem even je excuses... Ja, ik weet al wat ik te doen. Sorry. Van net. Ik had dat niet mogen zeggen. Nee. Dit is mijn vader. Danny. Hij is overleden toen ik heel klein was. Van de trap gevallen. En zijn nek gebroken. Stom ongeluk. Ik weet eigenlijk niks meer van hem. Ik heb alleen nog verhalen en foto's. Maar ik mis hem. Gewoon dat hij er niet meer is. Voor mij. Hij heeft ooit een boek geschreven. Dat lees ik bijna ieder jaar wel een keertje. Vertel eens iets over jouw moeder. Ze was danseres. Gaaf, ik dans ook. Echt? Wat voor dans? Streetdance. Zij danste een musical. En een paar videoclips. Popmuziek, R&B, hip-hop. Heb je foto's? Hoe heet ze? Natasha.